Dan gaan we verder naar het volgende puntje. Puntje zwembad. Niet echt zwembad, maar wanneer een zwembad wordt gezet, gaat er dan ook niet meer belastingen komen voor de bevolking? Meneer Barrio. Ah, ja. Kijk, ik ben heel blij dat ik hier nu het woord mag nemen, omdat ik ga eerst even situeren van waar onze bezorgdheid kwam, want we zijn heel ontgoocheld en meneer Snoek heeft dat ook gezegd in de pers. In 2006 was de realisatie van het zwembad het grote verkiezingspunt. En hoe komt dat? Omdat er in 2001 een bevolkingsenquête is geweest waarin 86% van de mensen van Halle zich uitgesproken hebben dat het zwembad wenselijk of noodzakelijk was. Men heeft toen de vraag gesteld, moet dat met of zonder belastingsverhoging? Die mensen hebben toen gezegd, met belastingsverhoging. Dus het is nogal evident dat in 2006, als de bevolking daar zo over denkt, dat het grote punt was van de verkiezingen. Alleen in 2012 merken wij dat er nog niets is. Er is geen zwembad. Er is geen werf, er is geen eerste steenlegging, er is geen plan, er is geen milieuvergunning. En dit ondanks, en dat vind ik een beetje spijtig, want ik wil niet te veel over het verleden zeggen, want gedane zaken nemen geen keer, maar de communicatie over dat zwembad is ook heel slecht gebeurd. In 2009 stond in de kranten dat de gronden gekocht waren voor het zwembad en dat het nu zeker was dat het project ging doorgaan. En dat men in 2012 de opening van het zwembad, een werf of tenminste de eerste steenlegging zou gebeurd zijn. En dat is de perceptie van de Hallenaar. De mensen zeggen van het zwembad komt er toch, alleen zien we gewoon niks. Vinden wij dat dat met een belastingsverhoging moet gebeuren? Nee, dat is ook wat ik zei over de mobiliteitsthema. In een zwembad is natuurlijk niet rendabel te maken. Dat is een opdracht van de overheid om een openbaar zwembad te bouwen en te exploiteren. En je moet dat inpassen in het beleid. En ik denk dat de SPA daar ook zo over denkt. Zo van, voor mij hoeft dat niet met belastingsverhoging. Dat is met keuzes maken in uw beleid. Dus ofwel zet je die ondergrondse parking, ofwel zet je dat zwembad, maar niet alle twee. Oké, dankjewel. Meneer Piccolazza. Wel. Ik moet erkennen, dat is een dossier waar we enerzijds niet fier moeten op zijn, 2012, maar waar we ook geen rode kaken moeten hebben. Want eigenlijk is het een hindernissenwedstrijd geweest, waar keer op keer hindernissen uit de weg geruimd werden en die door ons niet in het leven geschapen werden. Ik geef maar één voorbeeld. Je hebt daar nogal een heel complexe eigenaarstructuur. Het grootste deel is van de NMBS. Maar gedurende die 6 jaar, met hun schuldenherschikking, gaan die gronden naar andere entiteiten, dat in de schoot van de NMBS zelf men niet weet wie daar eigenaar van is, etc. Dat heeft jaren vertraging opgelopen. Tweede, de bodemattesten. Dat heeft dus ook jaren vertraging opgelopen. En vandaag zitten we in een stadium dat er 2 kandidaten geselecteerd zijn, maar nu moet het laatste hindernis opgeruimd worden, dat er een financieringsprobleem is dat eigenlijk een bepaald heel klein factor is in het groot project, maar waar een bank bijkomende voorwaarden gesteld heeft. En daar verwachten wij van de 2 kandidaten binnen de 14 dagen, hebben we terug een vergadering, hun standpunt en misschien dan een definitief groen licht. Dat de gronden niet aangekocht werden, dat is ook niet correct. U zal de gemeenteraad herinneren van juni, waar het trouwens heibel geweest is, waar de raadsleden zeiden gekoopte vlug, want uw bodemattesten zitten nog niet in het dossier, heeft het beleid gesteld. Wij vragen nu toestemming aan deze raad om tot aankoop over te gaan deze zomer, want wij verwachten dat deze bodemattesten binnen 2-3 weken aanwezig zullen zijn. Deze bodemattesten zijn dus ook in de zomer toegekomen en, als ik me niet vergis, de laatste 14 dagen van augustus werden de actes verleden voor aankoop van de gronden van het zwembad. Oké, dankjewel. Meneer Mario. Ik ga er even kort iets over zeggen, ik ga het niet lang trekken. Maar waarom zegt men dan, dit is het probleem van de communicatie, er staat letterlijk in verschillende artikels in de pers in 2009, we hebben de grond gekocht, jullie hebben de grond gekocht, en dat is nog maar de eerste stap, hè, want het komt op die grond als zwembad, maar jullie hebben die grond gekocht, eind augustus, men is nu nog bezig, dus die eigendom is nu van Halle.
Wat nu nog mee bezig is, is dat aan het inschrijven bij de hypotheekbewaarder. Want die is pas als, dat is nu heel juridisch en heel technisch, maar die is pas als het ingeschreven is bij de hypotheekbewaarder, dat het tegenstelbaar is tegen derden die eigendom. Wij zeggen, die communicatie is slecht gebeurd, zeg dan dat er problemen waren. Wat ons alleen de aanleiding heeft gegeven tot die partij, is dat het in 2006 eigenlijk prioritair in elk programma stond. En we hebben alle programma's in augustus eens bekeken van alle partijen. En ik ga het even overlopen. SPA, 10.000 woorden in hun programma, 36 pagina's, daar zijn 10 woorden over het zwembad. SPA willen binnen deze legislatuur de realisatie van het zwembad. Groen, 3.733 woorden, 71 woorden. Open VLD, 8.956 woorden in hun programma, daar gaan juist geteld 7 woorden over dat zwembad. En ik ga u één ding zeggen, in het bestek dat naar die twee kandidaten is gestuurd, dat is nog maar het begin, dat is de procedure, daar staat letterlijk in dat de aanbestedende overheid ten allen tijde de procedure kan stopzetten indien zij tot andere inzichten is gekomen. Bijvoorbeeld een financieel probleem, een financieringsprobleem of een ander beleid. En dat is ons punt. Bij de verkiezingen gaat er een nieuw beleid komen, gaat er een nieuw bestuur komen en die zijn niet verplicht om een project verder te zetten omdat die contracten met die twee mensen niet getekend zijn. Oké, dankjewel. Meneer Pieters? Ja, ik zou een beetje polemischer willen zijn ten opzichte van deze zwembadpartij, omdat zij echt ongeloofwaardig zijn. En meer bepaald, omdat zij wetenswillens feiten verdraaien. Ik wil dat echt zeggen, ik ga daarover de controverse niet uit de weg. En ik ben nogthans van nature een beminnelijke man, denk ik. Maar dit is er echt over. Hè. Dus tussen 1976 begint dan de oliecrisis. En 2000 is er over het zwembad niks gezegd, stond er in geen enkel programma iets. Een kwart eeuw lang is daar niks over te doen geweest. In 2000 hebben wij beloofd dat we zouden gaan voor een zwembad als er bij de bevolking een draagvlak voor was. 2001, bevolking zou enquête, u hebt het resultaat daarvan gezegd. Iedereen heeft het besluit genomen, we gaan voor dat zwembad. Dat heeft iedereen in zijn verkiezingsprogramma van 2006 geschreven, maar wij hebben ondertussen wel de bestemming van de grond gewijzigd, van industrie naar recreatie, om dat zwembad mogelijk te maken. En dan, meneer Moriot, u hebt bij de juridische dienst een overzicht gekregen van alle stappen die in dit dossier zijn gezet in deze legislatuur. Onze schepen van sport staat geen dag op zonder dat hij zegt, wat kan ik vandaag aan het dossier doen? En inderdaad, schepen van Financiën heeft het aangegeven, het is niet zo simpel als u met uw simplistisch verbond denkt. Hè. Het is niet een opblaasbaar zwembad dat je daar zet. Dat gaat over 10 à 12 miljoen euro. Dat gaat over een bedrag dat jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro voorstelt. Nu, wij moesten gronden aankopen waarvan eigenaar zei, je kunt het alleen kopen als je ook een ander stuk koopt. Ander stuk waar dan grondvervuiling in optrad. Dus dat is allemaal niet zo simpel als het lijkt. Op een bepaald moment zegt de Vlaamse overheid, gemeenten of steden die nog geen zwembad hebben en bereid zijn om met ons mee te participeren en voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Wij hebben beslist om inderdaad dat parcours te volgen. Dat geeft ons een subsidie die ongeveer een derde van de kost zal dekken. Dus oké, dat leidt tot aanzienlijke vertragingen, maar we hebben toch goed beslist, zeker? Wat komt dat nu op dat half jaar? Waarom is daar geen discussie over tussen de partijen? Omdat het op de gemeenteraad al tot 3, tot 4, tot 5 maal toe is goedgekeurd. Het eerste lastenboek, het tweede aangepaste lastenboek, het derde aangepaste lastenboek. We waren met 5 kandidaten, nu zijn er nog 2, die hebben vorige maandag hun voorstel ingediend. Dat moet nu besproken worden. Als de offerte conform is, kan ze weerhouden worden en zijn we begonnen met het zwembad. En dat er in een lastenboek een clausule staat dat wij ten allen tijde ons vrijheid willen behouden, dat lijkt mij nogal verstandig dat we dat daarin schrijven. Oké, dus dank u wel. Ik denk eerlijk gezegd... Nee, dat meneer Moriot. Nee, ik denk eerlijk gezegd, als u dat alles weet en dan met een partij opkomt die maar 1 thema heeft en voortdurend de indruk wekt alsof er nog niks is gebeurd of alsof het allemaal vrijblijvend is, dit is werkelijk kiezersbedrog. En ik durf dat zo noemen. Oké, dank u wel. Laat iedereen aan het woord, meneer Moriot. Geef mij de kans om daar even op te reageren. Dat is geen kiezersbedrog. De feiten zijn wat ze zijn. Dat is dat er nog niets is en dat het lang geduurd heeft. Wij zeggen in ons eigen programma dat er een procedure is. En ik ga eerlijk toegeven, ik heb vandaag nog eens de Vragende Partij bekeken. Dat is een internetwebsite van de VRT.
waar ook aan alle kopstukken is gevraagd wat voor hun een belofte is. En de CD&V gaat voluit voor dat zwembad. Mijn vraag is dan naar alle andere partijen. Gaan jullie de CD&V in een volgend beleid daarin volgen met hetzelfde project, met hetzelfde budget en dezelfde constructie die er nu is? Oké, dank u wel, meneer De Mesmaker. Ja, dat is eigenlijk eenvoudig. Dat is allemaal gestemd op de gemeenteraad. We hebben daar ons akkoord, ons fiat, reeds 1000% gegeven. En we kunnen daar niet meer op terugkomen. Oké, meneer De Mesmaker. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten, ook bij wat de burgemeester zegt. Kijk, meneer Moreau, één goede raad als u aan politiek wil doen, baseer u niet alleen op krantenknipsels, op websites, maar baseer u op dossiers. En wie de afgelopen jaren de moeite heeft of zou gedaan hebben om de gemeenteraad en de werkzaamheden van de gemeenteraad te volgen, ja, en dat kunt u als burger, dan zou u geweten hebben dat dit dossier inderdaad in een fase zit, zoals de burgemeester en de schepen hier naast mij het hebben uitgelegd. Het is dus beslist beleid. En ik kan u zeggen, geen enkele bestuursploeg heeft ooit zo hard geijverd en gewerkt aan dit dossier dan deze bestuursploeg. En het zwembad komt er. En ook N-VA zal de verdere realisatie daarvan volop blijven steunen. Oké, meneer Snoek. Wel, ik zou het ook graag, ik vind het zwembadpartij en meneer Moreau misschien een sympathieke man, een sympathiek clubje, maar het is geen zinvolle, of de zinvolheid van het bestaan van de zwembadpartij ontgaat mij toch. Het lijkt mij een beetje een slag in het water. Het is een one-issue partij. En het is een veel te smalle basis om aan politiek te doen. Ik behoor tot oppositie en ik ben het dikwijls niet eens met de meerderheid. Met mijn collega's hier en langs Ginder. Maar ik moet zeggen, het zwembad gaat er komen zonder enige twijfel. En er is de voorbije periode. Het heeft wel veel te lang geduurd en ik heb vrijheid van spreken omdat wij met SPA altijd zeer duidelijk op die nagel zijn blijven kloppen. Het stond in ons programma van 2000, staat in ons programma van 2006. En het staat onverkort met zoveel woorden dat wij het zwembad willen gerealiseerd zien nu in 2012. En ik moet eerlijk zeggen, wij hebben verschillende voorstellen op tafel gelegd alvorens de meerderheid ermee van start is gegaan. Wij hebben voorgesteld om een reservepotje aan te leggen in 2004. Wij hebben voorgesteld om een autonoom gemeentebedrijf op te richten. Werd oorspronkelijk afgewezen, is nu ingevoerd geworden. Allemaal mogelijkheden of maatregelen die het zwembaddossier zouden kunnen versnellen. Maar het zwembad komt er sowieso. Oké, meneer De Villiers eerst. Meneer De Villiers, reactie, u iets te zeggen? Eerst en vooral, er moet uiteraard rekening worden gehouden met de verzuchtingen van destijds van de burger. De meerderheid heeft gewenst dat er een zwembad kwam. Dat komt er nu ook. Ik denk dat we daar geen schrik van moeten hebben. De enige bemerking of opmerking dat wij daar op maken, is dat dat natuurlijk geld zal kosten. De burgemeester heeft het bedrag al vernoemd, 1 miljoen euro per jaar. En dat gedurende 30 jaar. Dus dat is wel eigenlijk een hypothekering van de volgende beleidsmakers. Dus dat is toch wel een opmerking die we in het achterhoofd moeten houden. En misschien dat die kosten ook nog kunnen oplopen. Als ik me niet vergis, is gezegd geweest dat er maximum tot 1.200.000 euro, van 800.000 euro tot 1.200.000 euro kon oplopen. En misschien ook onvoorziene kosten, zoals nu bijvoorbeeld bij de Mouterij Varois gebeurt. Dus ik denk zeker dat de financiële draagkracht daarvan in een begroting mogen we niet onderschatten. Oké, dankjewel. Meneer Snoek? Ik zou even reageren op Dries De Villiers. Want hij brengt het hier nu vrij genuanceerd, maar ik heb al in het debat al gezegd zaterdag dat er partijen zijn die koud en warm tegelijkertijd blazen in verband met het zwembad. En ik lees eventjes een artikeltje dat hij nog niet zo lang geleden zijn standpunt in verband met het zwembad heeft gegeven. Dat was in een artikel van het laatste nieuws waarbij de financiële draagkracht van de gemeente onder de loep werd genomen. En hij zegt daar het volgende. Het zwembad zal de stad nog 30 jaar lang financieel gijzelen. De stad zou beter investeren in zaken die op termijn geld opbrengen. Het zwembad is bijvoorbeeld een project dat steeds verlies zal maken. Geef dan tenminste voorrang aan zaken die het straatbeeld bepalen. Zoals de Sint-Rokuskerk die dringend moet gerestaureerd worden. Oké, dankjewel. Meneer Moreau, en hierna gaan we verder gaan naar het volgende thema. Ik spreek mezelf daar ook niet in tegen. Hè.
Nog heel kort, dat is ook ons punt. Dat is ook Groen bijvoorbeeld, heeft een heel ander plan met dat zwembad. Die zien de procedure hoe het nu bezig is, zien zij niet zitten. Want het is een zwembadencomplex met 3 zwembaden met een gedeelte subtropisch 31 graden. Daar gaat het niet om. In Nienhoven heeft men beslist in 2000 om een zwembad te zetten. In 2004 stond het er. Ze hebben het er gewoon zelf gezet en ze zijn niet afhankelijk geweest van andere dingen. In Mechelen is er in 2010 besloten om een zwembad te zetten. Dat gaat nu open. In Halle is er in 1909 al een plan geweest om een zwembad te zetten. Ja, jullie lachen, hè, maar onze kinderen die krijgen al 3 jaar geen zwemles in school. Wij vinden dat echt niet normaal. Er moet spoed achtergezet worden en het moet hoog op de agenda gehouden worden. Oké. Okay.